Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Rand. Nou, voor vandaag gaan we het hebben over gitaren. Niet zomaar gitaren, maar speelgoed gitaren. Het wordt niet al te lang filmpje. Ik heb nou vakantie, vandaar even een filmpje hier op het balkon. Ik heb natuurlijk al eens eerder bepaalde soorten speelgoedgitaren laten zien. Degene die aan je broekriem kon doen, die je met zo'n plectrum dan moest spelen. Natuurlijk de Mini Gibson, die een beetje werkt als een stylofoon. Maar er komen ook nog wel eens andere binnen. En ja, normaal kennen gitaartjes zijn dat gewoon, dat lijkt op gitaartjes, maar dat is niet gestemd of wat dan ook. Dat is puur voor kinderen om even op te rammen en het idee te hebben. En nou ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Maar er zijn natuurlijk ook voor de allerkleinste ook wel muzikale zaken gemaakt. En daar heb ik hier twee leuke voorbeelden van liggen, zoals je al hoort. Ik zal beginnen met deze. Dit is de meest uitgebreide. Dit is een Kiddie Pop and Rock. En nou, dat lijkt wel op een keyboard. En dat klopt wel als ik hem aanzet. Dan kan ik gaan spelen. Muziek maken. Nou, vooruit. Ik ben blij dat hij enthousiast is. En er zitten ook nog andere elementen op, zoals dat is een soort van drumstel, wat dit dan weer doet. Dat maakt een gitaar. En sommige van jullie zullen het misschien ook wel gezien hebben. Dit lijkt een beetje half gitaar, half keyboardje. Nou, dat klopt ook wel. Als ik deze knop indruk, dan kan ik hem dus uitklappen. En dan hebben we daadwerkelijk een guitar. Dus ik kan nog steeds op het pianootje spelen. Maar ik kan een concert proberen bijvoorbeeld. Oh. Daar gaan we. Ik heb geen idee of ik wat doe of niet. Maar dit is wat het is. En dan kan je ook nog wat andere dingen zetten. De hip-hop. Nou, volgens mij maakt het weinig uit wat ik doe, dan speelt dit spul het vooral zelf. Wat natuurlijk niet zo gekke denderend is voor iemand die de muziek mee wil maken, maar voor een kindje die zich even een rockster wil voelen. Ach, wel grappig, zit ook nog best dus wel veel mogelijkheden op. En dat is niet het enige. Zoals je hier ziet kan je er ook mee opnemen, dus ik zal hem er even aanzetten. Dan begint hij waarschijnlijk weer tegen ons te praten. Doe nou ding. Ja? Dan laat ik dan een opname starten. Jammen. Super. Stop. En als het goed is kan ik hem nou weer afspelen. Dus dan kan je ook nog horen in het kort wat je gespeeld hebt. En zo je spel verbeteren als kleine peuterkleuter zijnde. Fantastisch. Dus dit is de Kiddie Pop Rock. Na mijn vakantie gaat hij ook weer gewoon richting de... Hou je... Tot ziens, hou je stil. Deze komt dus ook weer gewoon naar de winkel toe. Maar ik vond het wel een grappig ding, omdat het een beetje 2-in-1 was. Hè? En dat is niet de enige 2-in-1 apparaat. Dus jullie zagen misschien hier in de hoek al liggen. Dit is weer van een ander merk. Dit is van Little Tykes. En dat is ook een... Nou ja, voorgeprogrammeerd gitaarstukje wat je hier zo hoort. Wat deze knoppen doen, heb ik helemaal geen idee van. Maar dit is ook weer een beetje een transformer in dat opzicht. Hier zit dus ook alweer letterlijk een dubbele laag in. Als we dit zien en ik klap hem open, dan hebben we in één keer hier een toetsenbordje. Met een beetje orgelgeluid die een beetje blijft hangen. Maar klinkt nog niet eens zo verkeerd. Maar we hebben het niet alleen dat, we hebben ook percussie. Wat wel grappig is. En ook hier zit weer een mogelijkheid om een deuntje op te zetten. En daarop mee te spelen. Wat me nou niet zo goed lukt, aangezien ik hem ondersteboven hou. Maar jullie krijgen het idee. Ook dit is dus weer een gekke 2-in-1. Voor de allerkleinste om hem bekend te maken met iets dergelijks als instrumenten. Dus ik denk dat ik bijvoorbeeld zo'n ding als dit. Die andere, ach ja, daar was ik denk ik snel op uitgekeken geraakt. Ook al kan je hiermee opnemen. Maar dit, aangezien het ook nog daadwerkelijk uitmaakt wat je speelt. Tenminste, althans niet op het gitaargedeelte, wel op dit gedeelte. Oh,
heeft het toch wel weer zo'n charme. Dus nou ja, toen ik dit bij de speelgoed zag liggen, dacht ik van, ik pik het nog snel even mee in de kofferbak, zodat ik het aan jullie kon laten zien. En dan na mijn vakantie gaat dit gewoon weer de winkel in. Dat was voor nu even een klein kijkje in de muzikale wereld voor de allerkleinste. En dat was het dan ook alweer voor nu. Ik ga lekker verder met mijn vakantie vieren. En natuurlijk komt de volgende week en die week erop komen gewoon weer vlogs aan te pas. En wat dat zal worden, zien we dan wel weer. Ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk bedanken voor het kijken. Vind je het leuk wat we doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan Amersfoort nummer 3. Of je spullen te leveren aan Oslokade nummer 1 bij de Gezitte Witte Kanten. Voor al uw winkel en brenggenot. Nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio.